Ja, welkom terug in de verlenging. Dit is alles, hier wordt alles besproken wat we op de televisieuitzending natuurlijk niet hebben kunnen bespreken. Bijvoorbeeld, Ruben van Bommel speelt vanavond met Jong AZ thuis tegen Dordrecht. Oeh. Wat moeten we daaruit opmaken? Dat is balen. Is dat balen? Voor hem. Met trainerswissel. Ja. Assistent. Maar hij heeft natuurlijk niet gespeeld. Ja. Laatste wedstrijd. Normaal is dat logisch. Hè? Als wij vroeger, dat is niet zo heel vaak voorgekomen, dat je geblesseerd was geweest of met de wedstrijd, dan speelde je ook wel eens een keer mee met het tweede elftal, met het C-team. Op de dinsdagavond was je ook niet altijd, als het thuis was, ging het nog wel. Maar als je uit moest, dan zat je ook niet echt op te wachten. Maar goed, hij is nog piepjong. Hij moet gewoon ook daar nu gewoon zijn best doen en, ja, en een paar doelpunten maken. En dan weer lekker terug naar huis op toe. Op basis van kwaliteit moet hij er bovenuit kunnen steken, zeg je. Kijk, dat is, zo moet je het ook oppakken. Hij moet nu zeggen, nou ja, ik ben nu hier, ik heb er eigenlijk geen zin in, maar ik laat wel even zien dat ik beter ben. En dat ik thuis word bij de eerste. Ja. Dat is de uitdaging. De trainer Martens, die kent al die jonge gasten. Ja. Ja, maar dit gaat toch, dat gaat op die leeftijd pieken en dalen. Ja. Dat maar ik kan me ook voorstellen dat je als voetballer, dat je naar AZ gaat, die stap maakt. Dan ga je niet die stap maken om met Jong AZ te gaan voetballen. Nou ja, ik had verwacht dat hij in het begin wat seizoen op vaart. Ik speelde ook in de tweede helft al, omdat de concurrentie gewoon sterker was. Hoe vond je dat? Ja, kloten. Ja, dat bedoel ik. Maar dat moet je gewoon accepteren. Je bent profvoetballer, je hebt een contract. Ja, dat is gewoon zo. Ja, maar je zo moet makkelijk accepteren, je moet er makkelijk mee omgaan. Dat is niet makkelijk. Maar als je dat niet oppakt, forget it. Dan maar daar word je mentaal sterker van. Ja, zo is dan kun je incasseren. Het is niet in de slachtofferrol, maar pak je als een man. Precies. En dan denk zo van, godverdorie trainer, ik zal je eens laten zien. Ja. Je moet er gewoon drie binnen jassen. En zijn vader is trainer van het jaar in België. Mark, super hè? Ja, chic. Hij is onder van Faf, heeft hij de prijs in ontvangst mogen nemen. Ja. Flink wat op zijn... op zijn kop gekregen met al met misschien foute trainerskeuzes of clubskeuzes en dan bij Antwerpen het zo doen. Ja, vind ik wel chic van Mark. Ja, mooi. Chique. Hij verdient. Ja, en hij kreeg ook uit de handen van Jean-Marie Pfaff kreeg hij die prijs aan het vangst en hij kreeg de vraag van wat zei die? En Mark van Bommel had gereageerd van ja, het was een beetje een mengelmoes van Belgisch en Duits. Duits ook altijd. Hè? Duits van altijd. Ik goed Duits, hè? Ja, ja, maar even, zijn, dit zijn beelden, beelden van? Ergens in de jaren 80 in München. Dan, ik kon even goed op die moment kon zeggen, Gals, ik geef die straf, die 11 meter zo hard mogelijk, want die kan in de hoeken plaatsen. Want die hebben in de hoeken plaatsen, ik had een goede hoek, oké, okay, we hebben een penalty. Dus die hebben geraten, praktisch. Ja. Nou, ik heb roeig gebleven. Ik heb in België ook veel 11 meters gestopt, want ik maak dat hier ook. Ja. Zo makkelijk kan het zijn. Dat is een klassieker van 40 jaar oud. Ik heb een keer met Pfaff in IJsden met een of andere VIP-groepje mogen spelen. Fantastisch. Ja. Nog altijd uitstraling, nog altijd praatjes. Een hele fijne vent. De FC de Rebellen ook. En daar hebben ze hem nog zelfs op leeftijd. Ging die penalties van 100 kinderen. Ik denk, van, wat doe je die man aan? Maar, ja, dat is een keer. Wat een leuke vent is dat. Ja. Ja. Echt, trouwens, Tessa Wullaert op datzelfde gala. Waarom denk je nou Tessa Wullaert als je Jean-Marie Pfaff? Nee, ik was aan dat gala aan het denken. Nee, maar die hebben ook een connectie, dat weet je toch? Dat komt Ivar Hoekstra vertelt het elke keer. Oh, Jean-Marie Waf, dat hondje van Tessa heet Jean-Marie Waf, ja. Schitterend. Maar de vierde keer gouden schoenen. En ze zegt dat ze bij Fortuna wil blijven. Om Fortuna de Champions League in te helpen. Moet ja, dit seizoen. Ja. Tot het Barcelona of Arsenal of Chelsea waarschijnlijk belt. Maar goed. Nee, dat klopt. Het zit er wel dan. Het zit er wel. Bekerloting. Fortuna uit naar FC Groningen. Maar op zich is het helemaal geen slechte loting. Hè? Als je ziet, ze hadden ook bijvoorbeeld Feyenoord of PSV kunnen loten. Ja. Of sorry, AZ kunnen loten. Ja. Of de winnaar Feyenoord PSV. Ja. Dus qua loting mag je er tevreden mee zijn. Groningen uit moet je in principe ronde verder kunnen komen. Ja. Ik hoop wel dat ze niet voor de box en kloten weer rijden. Om het woord nog maar een keer te gebruiken. Dat het wel doorgaat als ze er zijn. Goed, Buijs had ook een beetje een wens tegenstander. Hij vond, als ik dan toch mocht kiezen, uit bij Groningen enzovoort, goede tijd gehad. Nou, prima. Nee, dat is zeker. Ja, een mooie wedstrijd. En in potentie dus ook wel aan de halve finale bereiken. En als je een beetje geluk hebt, dan speel je tegen Vitesse of zo, of tegen NEC. Hoe zit dat financieel in Nederland met het bereiken van de volgende ronde? Ja, weet ik eigenlijk niet wat een halve finale oplevert. Finale in Duitsland zit je dan gaat in de miljoenen, dat maar ik weet niet hoe dat in Nederland is. Volgens mij zijn het wel de recettes die je kan delen. Ja. Gewoon een Fortuna, dat zal geen volle bak worden. Denk ik dan. KNVB zet er ook een premie op, hè, op, die, op het iedere keer als je verder komt. Van de andere kant, behalve de recettes. Als de fans denken dat als ze de volle bak daar, dat heet dan ook Oosterpark, denk ik niet. Hè. Maar goed, als ze het stadion vullen, dan zitten daar 20.000 mensen. Euroborg. En dan heb je nog meer kans als Fortuna, want dan gaat Groningen lekker proberen te voetballen, krijg je ruimtes enzovoort. Ja. Ja. Nou, en wie moet in de goal bij Fortuna?
Ja, mijn favoriet is... Koopmans of Verrips? Koopmans. Ja. Ik heb niks tegen Verrips, maar ik vind Koopmans qua uitstraling, qua karakter... Hij ziet er ook heel goed uit. Ja. Want ze hebben twee tweede keepers. Ik vind dus dat je sowieso een knappe keeper moet hebben. Kiezen. Knappe keeper. Knap. Ik zag Cruijff trouwens nog op YouTube. Knappe keeper. Zoals? Cruijff legde uit, want wij lullen zo vaak over de keepers. En ik zeg dat tijdens een beetje verdediging hebt, hoef je geen keeper. Je weet dat hij dood is. Hè? Hij stelde vier man op. Hè? Maar, ja, YouTube. Hè? Ja. En toen zei iemand uit het panel, Frits Barend, je vergeet de keeper. Nou, de keeper die staat er alleen ballen tegen te houden. Ja, de tijd is wel iets veranderd, want ze moeten een beetje mee kunnen voetballen. Maar het was wel despoedelskern. Ja, en hoe kijken jullie naar die keeperskeuze? Hè? Want de een speelt in de beker en de ander speelt in de competitie. En die keuze wordt dus eigenlijk tijdens wedstrijden gemaakt. Ik heb geen idee wie van die twee het beste is. Ik zou het niet weten. Ja, ik zie ze ook niet. Koopmans doet het goed er nou toe, maar... Nou, dan laat het gewoon zo zijn. Ja. Er zijn heel veel clubs die ervoor gekozen hebben aan het begin van het seizoen om één keeper te hebben voor de competitie en eentje voor het hele bekerprogramma. Maar of voor Liverpool ook zelfs. Ja? Ja. Voor een vertrouwen is het natuurlijk wel last voor die jongens. Dat je... Ja, je hebt toch het gevoel van één foutje en gaat toch die andere keuze maken. Het lijkt een beetje in zo'n waterreus scenario. Als je twee keepers hebt die denken dat ze alle twee eerste keeper kunnen worden. Dan kan het goed uitpakken, kan slecht uitpakken. Ja. Want in onze tijd had je een eerste keeper, dan had je heel lang niks. En dan had je een reservekeeper. Een heel groot verschil. En die deed nooit mee. Dan had je heel lang niks. Ja, maar die deed nooit mee. Een reservekeeper, ja, je bent reservekeeper. Waarom? Ja, omdat hij beter kan keepen. Ja. En ze zijn feitelijk dezelfde soort keepers ook. Qua ja. Lengte, qua opbouw. Ja, goed. Maar dan heb je wel een probleem als in de winter je eerste keeper weggaat. Ja, goed, je hebt twee goede vervangers. Je hebt geld gekregen voor Pandoer, die ik denk ik een showkeepertje vond. Een goede showkeeper, ja. Ook leuk om naar te kijken. Goed kapsel ook. Goed kapsel ook. Altijd goed, die twee laat ze maar zich naar de kroon steken en de beste keept. Ja, en wie is de knapste keeper geweest dan voor jou? Als je zegt knappe keepers. De Italiaan denk ik voor jou dan, hè? Ja. Hoort je weer? Gianluigi Buffon. Buffon. Dat was mijn favoriet. Ja, dat dacht ik al. Maar dan lekker tot 44 jaar ook nog ballen op het ene hoogste niveau in Italië. Maar daar heb je niet mee gespeeld, daar, Reginald? Nee, dat kan ik me zo 1, 2, 3 niet herinneren. Nee. Maar met wie je gespeeld hebt dan? Ja, ik wil Jan van Grens verzekeren. Maar ik heb het toch. Maar dat komt omdat Jan gewoon echt een hele goede keeper was. Maar niet echt knap. Hij was niet de knapste. Daar heb ik geen foto van, verdomme. Aloyagou was de knapste. Dat was de eerste zwarte speler die wij bij MVV hadden. In jaren 80. Kwaliteit. Na 80 jaar of zo. Maar dat was de allerbeste keeper. Als hij ging douchen, dan zei je, ik doe nog even een blokje om. Ja. Ik wil corrigeren. De knapste en beste keeper die MVV ooit gehad heeft, is Frans Curver. Gaan we toch iets verder terug. Het is goed dat Frans geen YouTube heeft. Even afsluiten maar, Erik, met jou. Want je hebt twee uitdagingen. Want je hebt natuurlijk, dat hebben we ook in die documentaire gezien, de triathlon, de hele Ironman volbracht. Je gaat nu en fietsen van München naar het Gardermeer en een halve triathlon doen. Ja, maar niet achter elkaar. Er zit wel wat tijd tussen. Die tocht naar het Gardermeer vanuit München, wat is dat? Dat is met de auto. De eerste stuk. Eind mei met 10 mannen die al vaker een triathlon gedaan hebben. Ja, je moet toch eens een keer een leuke uitdaging hebben. Een soort pelotonnetje heb je dan? Ja, we zitten een paar kilometervreters bij elkaar. En dan gaan we proberen vanuit München die 375 kilometer te doen binnen 24 uur. Binnen 24 uur. Dus dat is wel de bedoeling, ja. Ja, ja. Dus je rijdt elkaar een beetje uit de wind, af en toe stoppen om wat te eten en dan door. Ja, het enige, we hebben één grote hindernis, dat is de Brenner Pas. Dus die moeten we wel overheen. Is er geen tunnel? En dan, dat is wel een tunnel, maar dan willen wij niet erin. Dat is altijd file. En dan willen we naar het Gardermeer. We hebben een treintje gemaakt. En je doet dus wat geks en je probeert jong te blijven. Dat ben ik niet meer, knap. Maar dat probeert het wel. En ja, maar dat is wel knap wat je doet. Ik bedoel, ik probeer ook een beetje fit te blijven. Jij probeert ook een beetje fit te blijven, maar hij is topfit. Dat is maar wel een verschil. Ja, hij is echt topfit. Dat is niet normaal. Ik heb dat ook nodig. Mijn lichaam vraagt dan ook achter de deur. Lichaam en geest. Nee, maar ook dat ik dan, als ik hier me fit voel, dan gaat het hier sneller. Ja. We hebben dat allemaal nodig, maar je hebt je leven zo in kunnen delen dat je dat allemaal kan. En dat is schitterend, vind ik. En dat is heerlijk. Ja, dat is zo. Ja. Ja, dat is fijn. Heb je haast? Moet weg, hè? Ik wil naar Roda. Oké. Okay. Zullen we afsluiten dan? VVV haal ik niet meer, dus Kerkrade. Goed zo. Yes. Dat was hem. Volgende week nieuwe gasten. Heren, dank voor de komst. Ja, en tot volgende week. Hey, hoi. Hoi. Adieu.